Welkom allemaal bij een gloednieuwe YouTube video. It's your nigga Daddy Smalls. And story time, yeah? Are we doing this again? Yeah? Is that what we finna do? Okay. Vandaag... Vandaag een speciale storytime. Oké, okay. Dit gaat over de eerste keer dat ik mij ooit echt schaamde. Nou, jullie weten allemaal, ik heb scheid en zo, ik heb man boobs, ik heb gele haar, ik ben dik, in Iraken, ik kleed me raar. Maar bro, deze ene keer was crazy. Dus ik zat dus op IVV, zoals de meeste van jullie weten. En zoals vorig jaar, zo eind begin 2019 zo. Nee, september 2019. Dus wat gebeurt er? Of 18 zelf, I don't even know. Wat gebeurt er? Als ik nog één keer te laat ging komen op school, want school begon om 8:20. School begon om 8:20. En als ik nog één keer te laat ging komen, want ik kwam in één maand, was ik misschien 20 keer te laat. En we spreken ook over te laat in de klas of te lang op de speelplaats of whatever. Als ik nog één keer te laat ging komen, gingen ze mij schorsen en dat wou ik echt niet. So, ik douche mij in de ochtend. Ik maak me klaar, ik fris me op. Ik poets mijn tanden. Ik grind. Ik ga naar buiten. Het is 7:50, 8:20. Het is besef, van Nieuw-Gent naar de Gravensteen. Haalbaar. Dat is kantje boord, maar haalbaar. Oké, ik pak de tram, stap af aan het station, neem de 1, blijf gaan. Het is 8:15, ik heb 5 minuten om in de klas te zijn. Niet eens op school, ik heb 5 minuten om in de klas te zijn. En meneer Ayoub, dat is een vriend van mij, en hij werkt daar. En ja, hij was echt zo, he had my back, snap je? En het was gewoon deze ene keer, en dat is die ene keer, guys. Ik liep van Gravensteen tot aan IVV, dus binnen. Dat is, laten we zeggen, goede 200 meter. Ik loop mijn longen eruit. Ik kom toe op school en ik had een jas aan, zo die dikke jas zo. Ik ga nu een foto tonen. En ik was echt aan, mijn rug was kletsnat. Wat doe ik? Ik ga naar het toilet. 8:17. Ik pak handgel, dus ik doe handgel van een toilet. Ik doe dat met oksels, want ik was aan het stinken door dat lopen. Door die kleine sprint van 200 meter, hè. Ik haast me, ik ga terug naar boven in de klas. We zijn 5 minuten in de les. De leerkracht doet een beetje zijn uitleg, de leerkracht geeft ons les. We zijn allemaal aandachtig aan het luisteren. Ik zat in de klas te stressen, my G. Ik zat in de back van de klas, zoals ik altijd zat. Vanachter, helemaal vanachter. Ik zat met allemaal meisjes in de klas. Met nog 1 jongen. En ik zat vanachter en opeens hoor ik, wat stinkt er hier zo? Ik was gewoon van... Hey. Dan zegt zo'n meisje dat me niet mocht in de klas. Ja, wie denkt het? En nou is like, yo, mijn hart was zo hard aan het kloppen. Want kijk, er is niks anders op deze wereld dat ik niet wil. Nee, laat ik het zo zeggen. Er is niets ergers dan die ene nigger te zijn die stinkt. Zo, oké, ik was aan het stressen. De leerkracht, die had mij graag. Dus die was aan het maskeren voor mij. Maar echt lekker aan het maskeren, doorbabbelen, blijven lesgeven. En die chicks, ik hoorde hen gewoon roddelen. Anyways, het is einde van de les. Het is 10 uur pauze. Ik ga naar beneden, ik spreek met meneer Ayoub. Ik had mijn jas dicht gedaan zodat de geur niet naar buiten kwam. Ayoub komt naar mij en zegt tegen mij: die, mijn collega zegt dat hij fucking hard stinkt, man. Op dat moment keek ik naar niemand en besef dat is een. Kijk, dit is de speelplaats van IVV. En dat zat vol. Ik keek naar niemand, want iedereen wist. Iedereen. Besef ik, Daddy Smalls, had voor het eerst echt. Schaamte. Gewoon echt schaamte. Like echt, het zat diep. Dus ik kijk naar niemand en ik probeer nog te flexen. En Ayoub zei met Daddy, hij stinkt fucking hard. En als mijn eigen vriend ook al, als mijn eigen Dreddy mij dat ook al moet zeggen, dan moet ik get the fuck, hè. Dan moet ik gewoon get. Wat doe ik? Ik ben aan het denken. Wat moet ik nu doen? Er waren chicks die daar op school zaten, die wisten dat ik Daddy Smalls was, snap je? Bijna heel de school wist wie dat ik was. En ik wil niet rondlopen met titel Daddy Smalls tussen haakjes de stinkaard. Dat wil hij niet. Niemand wil dat. Dat wens je ook niemand toe. Dus wat doe ik? Ik ben zo aan het denken. Ik ben aan het struggelen. Eindconclusie. Ik ben op speelplaats buiten gaan staan. Want je hebt binnen en buiten. En buiten ben ik gaan staan zodat ik kon verluchten. Weet je, alles, hè? Bro, ik was terug droog. Ik ruik. Dus wat doe ik? Het eerste wat ik doe is gewoon get the fuck naar huis, man. Ik ben naar huis gegaan tijdens de pauze. Niemand heeft mij meer gezien voor 1 week. Ik ben straight up naar huis gegaan. Ik heb iedereen ontvolgd dat ik
volgde die op IVV zat. Ik wou geen contact met niemand meer. Met gewoon niemand. Ik ben één, na die week kom ik terug naar school. 2 dagen en ik word buiten gezweten omdat ik gewoon continu te laat kom en sliep in de les. Want ik was echt zo die type guy die gewoon een uur koos tijdens school. Een uurtje gewoon, ik koos een vak uit waar ik gewoon ging pitten. Ik koos een vak uit waar ik energie kon zijn. Alles na de middag was energie. Alles voor de middag was slapen, bro. Tegenspreken, te laat komen. Like, en dat tegenspreken is zelf niet zo expres, dat is gewoon van nature. Als ik niet met iets niet eens ben, ga ik in discussie. Ik schaamde me zo hard. Ik kom terug toe op school en wat doe ik? Ik draag zo'n roze slaapmasker. En ik liep gewoon rond en ze zeiden, je bent veel te provocerend en zo. Wat is dat en al dit dat. En I was like, yo, this is my swag. Yeah, respect my drip, man. I respect jouw drip. Ik respecteer iedereen zijn drip. Maar wanneer dat ik het doe, Daddy Smalls komt mijn nieuwe drip. Het is niet hoe. Als Drake dat gaat doen, hij zegt, oh my god, Drake heeft het gedaan. Laten we het ook allemaal dragen. Niggas, what's up? What you tryna do? Tryna fight? Dus ja, eindstand. Dit was echt gewoon de schaamtelijkste dag van mijn leven. Dit was het moment waar ik gewoon dacht van, ai, ik kan niet dieper dan dit zinken. Ik heb net titel stinkkaart gekregen voor een goede week. Ik heb 1 week school geskipt. Jullie vol muziek. Anyways, dus ik heb school geskipt. School was voorbij. Een week erna kom ik terug. Doe alsof ik ziek was. Maar ik rook terug fris, man. Ik kwam gewoon toe. En dat was Gucci, my G. Ik rook lekker, mijn G. Vonden jullie deze storytime leuk? Hit dan gewoon die blauw duimpje. Like, deel, abonneer. Volg me op Instagram. En volg mij ook op TikTok. Volg mij ook op Snapchat, volg mij ook op Twitter, volg mij gewoon op alles. En ja, this boy, your boy Daddy Smalls, de steenkaart. Yo!